Hallo! Wij meiden willen van alles leren. Als bijvoorbeeld één meid een trend een knotje in haar heeft, dan moeten en willen de andere meiden dat ook. Dat bedoel ik. Wij meiden zijn dol op tutorials. Van make-up tutorials tot aan twerken. Al lijken die tutorials de oplossing van ons leven te zijn, het ziet er nooit helemaal hetzelfde uit zoals het zou moeten. Dus daarom deze video. Meiden en tutorials. 1. Make-up tutorial. Make-up tutorials, we staan er vol mee op het internet. Hoe moet je nou de perfecte wing maken met je eyeliner? Of hoe moet je nou goed contouren? Oké, als ik serieus een tutorial ga volgen over hoe je moet contouren, dan gebeurt er letterlijk dit. Niet zo snel! I feel so pretty. Pretty! In de huid deppen. In mijn huid deppen, ja. Hard deppen. Oh, mijn oog! Het prikt, het zit in mijn oog. Nou, ik zie dus heel veel verschil hoor. Het plakt op mijn gezicht. Het is echt... Ew, ik ben helemaal klaar met tutorials. 2. Kylie Jenner lip tutorial. Geen idee waarom mensen die lippen willen hebben, maar geloof me. Ze doen er de gekste dingen voor om die lippen te krijgen. En vaak gaat het eerder mis dan dat je echt mooie volle lippen krijgt. Don't try this at home, tenzij je er zo uit wil gaan zien. Nummer 3. Yoga tutorial. Oké, iedereen houdt wel van ontspanning of wilt gewoon iets nieuws proberen. Maar vaak ziet het er makkelijker uit dan gedaan. Lisa en ik hebben het zelf geprobeerd en wij hebben ervaren dat wij er geen ene meter van kunnen. No way. Je benen in je nek steken is nog niks vergeleken met deze oefeningen. Kom maar. Kan ik je vertrouwen? Ja, je kan me vertrouwen. Oh my god, je hebt het niet. Ja. Oh, ik zat in mijn hoofd. Doe eens dat, ik had het ook kunnen. Kom eens. Krullen maken of stylen, het blijft soms lastig. Vooral als je met zo'n hete tang moet werken. Of je pakt per ongeluk je oor mee, of je haalt het hete ding weer tegen je wang, of je verbrandt gewoon letterlijk je haar af. Oké. Nee. Waarom heb je die tutorial? Nou en? Ik wil niet mijn haar verbrand net zoals een van die films op YouTube. Nee, dat gebeurt echt niet. Ik heb het zo vaak gedaan. Oké. Je haar is wel een beetje klinkt het nee, ik ga gewoon... Zit er niet geborsteld worden? Nee, stel maar gewoon. Oké. Mel. Ja. Het geeft een beetje aangebrand. Oh nee, ik weet wat ik doe. Mel. Wat ruik ik? Met mijn haar, het aangebrand. Het is oké. Okay. Lies. Er is een stukje van je haar af. Is toch niet zo erg? Wat heb je gedaan? Oh my god, Mel, dat is mijn haar! Mijn haar! Mijn haar is fucking aangebrand. Ja, dat is eraf. Ja, kom door de stelt dan. Wat heb je gedaan? Kom door de stelt dan. Het is niet mijn schuld. Nou, wat heb je gedaan? 5. Twerk tutorial. Nee. Je hebt van die witte. Je hebt van die witte white chicks die weet zelf. Je hebt van die white chicks die opeens behoefte hebben om te leren twerken. Melanie.
Ik zou het gewoon overslaan. Niet doen. Gewoon niet doen. Want het gaat je gewoon niet lukken. Ik heb er ervaring mee. Oké. Okay. Not too fast. Oké. 1, 2, 3. Drop it like it hard. Hands in your hand. 6, 7, 8. No hands. Oké. Ta. Oké. 6. Do-it-yourself tutorial. Lastig, maar wel heel leuk, want je komt gewoon letterlijk je childhood weer binnen. Je kunt je eigen masterpiece maken, maar dan heb je dan wel je uiterste concentratie voor nodig. Echt je uiterste concentratie. Oké. Okay. Vandaag maken we een do-it-yourself van Dolph Vinci. Het idee is eigenlijk heel simpel. Ja, wat is er? Nee, ik ben druk bezig, oké? Okay? Ja, ik moet even gewoon gefocust blijven. Oké, okay, doei. Richten, knijpen en je ontwerpt al iets. Let's go! Je hebt nu de styling tool en de dekenpop en die plug je in elkaar. Oh, laat me rust! Zo dus. Dan pak je het vaasje en je styling tool en dan richt je eigenlijk gewoon je styling tool op het vaasje en je tekent letterlijk wat je ook maar wilt ontwerpen. Vanaf deze zomer zijn de dekenpops in 16 kleuren ook weer aan het twerken. Is er niet meer genoeg? Nu ben ik uitgeschoten! Oh. Bekijk jij tutorials en valt het wel eens wat jij doet? Doe dan gewoon even een lekkere dikke duim omhoog. Heb je wel eens een blunder gehad terwijl je tutorial aan het volgen was? Laat dan hier beneden in de reacties achter, want wij zijn heel benieuwd. Wil jij nog meer video's zien wat je kunt maken met Dolph Vinci? Bekijk dan even de video's hiernaast van Jules en van Evie. Wil je ons volgen op social media? Twitter, Instagram, Facebook, dat kan. Draai je scherm dan even om als je op je mobiel zit, want dan kom je bij alle links in de beschrijving die wij net hebben genoemd. Yes! We zien jullie volgende week weer met een nieuwe video. Doei! Zo, dat klonk heel lekker. Doei! 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 Doei!